De NS publiceerde onlangs de in- en uitstapcijfers van de treinstations in Nijmegen. Zo ook de cijfers van station Goffert. Het zijn in- en uitstappers. Dat betekent dat per werkdag zo'n 713 mensen in- en uitstappen op Nijmegen Goffert. En op drukke dagen zijn dat er zo'n 900. En we zijn hier vooralsnog tevreden over. We zien bij nieuwe stations altijd dat het aantal mensen groeit. Daar gaan we ook vanuit dat dat hier nog gaat gebeuren. Dus we zijn voorzichtig positief hierover. Het is zo dat per december 2017 er nog een aantal wijzigingen in de dienstregelingen zijn. Dan kan je zonder stop in Nijmegen van Zutphen naar Wijchen en ook van Arnhem naar Den Bosch. En dan verwachten we dat dat ook wel een impuls gaat geven. Het is zo dat je ziet altijd als er een nieuw station open gaat, gaat het altijd ook een klein beetje ten koste van stations die daar dichtbij liggen. Dat is in dit geval ook bij Nijmegen-Dukenburg. Daar zien we dat het aantal in- en uitstappen met een 4% daalt. Het is niet echt, dat is eigenlijk gewoon zoals we dat zien bij alle nieuwe stations. Dat is gewoon de marktwerking, zeg maar.